In Apeldoorn bij Schouwburg Orpheus is Jacques Verhagen. Jacques, alles wat in de puntjes voorbereid. Is het ook allemaal goed verlopen vandaag? Nou, ik denk dat de Italianen zouden zeggen, il giorno bellissimo. Het was hier echt een geweldige dag. Apeldoorn was echt bevangen door een Giro-koorts. Ik denk ook geen stad zo Italiaans vandaag als Apeldoorn. Echt iedereen leefde mee hier. Ook langs de route huizen waren versierd met roze vlaggetjes. Soms een Italiaanse vlag, maar ook het publiek leefde enorm mee. Heel veel mensen in het roze. En die moedigden de renners vanaf 2 uur al enorm aan. De route begon dus vandaag bij het Omni Sportcentrum, een kleine 10 kilometer proloog. Niet al te moeilijk, veel brede wegen, lange rechte stukken langs het kanaal, door het centrum. En bij de naald gingen ze rechtsaf de Lolaan op en daar was dan ook de finish. Ja, hoog bezoek was er ook vandaag. Koning Willem-Alexander die kwam hier, is rondgeleid door gedeputeerde Jan Marking en ook de oud-topwielrenner Erik Breuking. Hij kreeg rondleiding door het Rennerskwartier, maakte nog een praatje met Tom Dumoulin, keek even bij de start van heel veel wielrenners in het Omni Sportcentrum. En daarna ging hij ook mee in de volgwagenbanden, de latere winnaar. Aan deze Giro en vandaag de 1 Gelderse wielrenner mee en dat was Maarten Tjalingi. Ik heb niet eens mijn ademhaling gehoord. Ik heb gewoon op de pedalen gestaan en geramd zo hard als ik kon. En misschien inderdaad wat te hard van start gegaan. Maar ja, hoe gaaf is dat, joh. Ik bedoel, het is meteen al meteen alle remmen los. Joh. Gewoon fantastisch gaaf om te doen zo. Al dus Maarten Tjalingi de Arnhem. Hij was natuurlijk geen favoriet om hier te winnen. Dat was wel Tom Dumoulin, de Limburger. Hij won de rit in een tijd van 11.03. Hij won nipt van zijn concurrent met 22 honderdste. Moet u indenken, die kleine 10 kilometer legde hij af in een gemiddelde snelheid van ruim 53 kilometer. Gemiddeld, hè? Dus dat betekent dat de topsnelheid nog veel hoger lag. Na afloop kreeg hij dus de roze trui voor het eerst overhandigd. De winnaar, Tom Dumoulin. De first Maglia Rosa of the Giro d'Italia from Team John Alpecin, Tom Dumoulin. De Maglia Rosa, the pink jersey, signifying the leader of this iconic race. We welcome the winner. Ja, nog even terug naar Jacques Verhagen in Apeldoorn. Dan zit Jacques dag 1 erop en kijken we vast vooruit naar dag 2. Hoe ziet dat eruit? Nou, als het weer zo blijft, wordt het weer een giorno bellissimo. Morgen starten we in Arnhem. De reclamekaravaan zal wat eerder starten. De wielrenners starten rond 2:30. Dan gaan starten ze of 1:30, sorry. Ze beginnen in Arnhem, gaan dan naar Oosterbeek. Ze gaan naar Renkum, Renen. Dan gaan ze naar Wageningen, naar het rivierengebied Tiel. Richting Bergendal. En dan is de finish in Nijmegen. En die finish zal zijn rond 5:00. Een kleine 200 kilometer in het roze Tom Dumoulin. Zoals hier al wordt genoemd. Een campione grande. Hollandaise. Dankjewel, Jacques.